Volgens de Surinaamse luchtverkeersorganisatie, de ZCAS, zou het zo zijn dat onze luchtverkeer boven Suriname onveilig is. Afhankelijk hadden wij de bondsvoorzitter van deze organisatie uitgenodigd om vanavond hier toe te zijn om meer uitleg te geven over deze situatie. Maar eerder op de dag heeft er een spoedvergadering plaatsgevonden tussen de bond en het ministerie van Openbare Werken. Moet ik wel aangeven dat het gaat in deze om het directoraat transport. De bondsvoorzitter, meneer Alpin, heeft aangegeven dat hij vanavond niet aanwezig zou kunnen zijn, omdat hij eerst moet beraadslagen met zijn achterban. Nou, in deze situatie is het wel erg, want in deze zouden we de bondsvoorzitter graag hier zo willen hebben, zodat we meer van hem zouden kunnen halen, als zo inderdaad onze luchtverkeer boven Suriname onveilig zijn. Bij de recente aanname van de beschikking van de invoerrechten op kip en kipdelen en eetbaar slachtafval in de Nationale Assemblée van 20%, althans de verhoging daarvan naar 40%, is aangegeven door de regering dat deze maatregel niet dé maatregel is om de binnenlandse pluimveesector verder tot ontwikkeling te brengen. Er komt nog een pakket van samenhangende maatregelen. Alleen, hoe zal die aanpak eruit zien? Wat zijn de andere beleidsprioriteiten van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme? En daarom praten we vanavond met de minister van dit ministerie, de heer Stephen Sang. Meneer Sang, van harte welkom in Achter het Nieuws. Ja, dank u wel. Goedenavond. De eerste vraag die ik direct aan u wil stellen. U bent als DNA-lid betrokken geweest bij de ontwikkeling van ons geliefd Suriname. Nu maakt u de stap om minister te zijn. Denkt u dat u een wezenlijke bijdrage gaat leveren vanuit de wet, vanuit de uitvoerende macht nu? Ik hoop het in ieder geval wel dat ik een wezenlijke bijdrage kan doen. Ik heb altijd gezegd dat ik me ergerde aan bepaalde dingen die in de regering misgingen. En nu heb ik de kans, dus ik ga het ook grijpen. Nou, dan komen we zeker daarop terug, want u heeft daarnet nog wat zaken aangegeven waarbij ik bijna geneigd ben om die vragen te stellen, maar dat hou ik nog even gereserveerd. We gaan het nu hebben over de verhoging, of althans de bevestiging van de aanname, de verhoging van 20% naar 40%. U zegt zelf dat is niet de maatregel, er komt nog een pakket van samenhangende maatregelen. Welke maatregelen kunnen we tegemoet zien? Klopt. Ik wil dat even corrigeren hoor, want de verhoging is al ingegaan vorig jaar, vorig jaar in oktober. Wat we nu doen is eigenlijk het bekrachtigen van de beschikking die toen in augustus vorig jaar is geslagen. En het gaat er niet om dat er bij deze aanname weer nieuwe verhogingen zijn. Die verhogingen waren vorig jaar al geweest. En wat we aan maatregelen nog meer willen doen is dat we hebben gekeken naar de sector als geheel. We hebben gezien dat 70% van de kosten voor de kip, voor de Surinaamse kip, zit in de voer. En daar is waar we het meeste kunnen besparen. Daar is waar we het meeste de prijs kunnen beïnvloeden. Als we zelf onze veevoer zouden maken, als we het zelf zouden produceren, eventueel in samenwerking met buitenlandse bedrijven, dat ze hier komen investeren. Maar het feit is, de kosten voor pluimveevoer, voor veevoer moeten omlaag willen we.